Nathan hier in de zaal. Juristen, maar journalisten, collega-ministers, VN Arbeid, de vertegenwoordiger van de presidentiële werkgroep, maar uiteraard onze kijkers en luisteraars thuis. Het is een plezier om hier weer te zijn om een stukje verslag uit te brengen, maar ook om een paar zaken aan de orde te stellen die van belang zijn voor u als gemeenschap. Vandaag hebben we natuurlijk de regeringsvergadering gehad, nadat in de ochtend ook de raad van ministers bijeen is gekomen onder leiding van de vicepresident. In de regeringsvergadering zijn er een aantal belangrijke issues aan de orde gekomen. Sommige van die zullen door mijn collega's worden aangegeven. Maar ik wil wel aangeven dat de Nationale Ontwikkelingsbank heeft een presentatie gehouden met betrekking tot studiefinanciering en waar we precies zijn. De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zal een volgende keer meer informatie, meer gedetailleerde informatie aan u verschaffen. Maar laat mij dit zeggen, ook deze regering, ook deze keer, zijn we dus kijken naar de noden van het studerende deel van onze bevolking. Met name degenen die hulp behoeven om een studie af te maken, dan te starten. En die faciliteiten worden aangeboden door de Nationale Ontwikkelingsbank. Voor verschillende doeleinden, computers, maar ook ondersteuning in kosten die te maken hebben met het onderwijs, dat soort genieten. De presentatie was noodzakelijk om ook een beetje aan te scherpen dat met name de kinderen die nodig hebben die ondersteuning, dat die ondersteuning ook krijgen. Dus ik wil een oproep doen aan ieder die daartoe behoefte heeft in de samenleving, met name de jongeren, om daar gebruik van te maken en de Nationale Ontwikkelingsbank te benaderen en in aanmerking te komen voor deze ondersteuning die de regering biedt. Dat is een van de wijzen, een van de methodes om een samenleving te ondersteunen, maar het is een kritiek deel van onze samenleving. Volgende week zal minister Ori daar verder op ingaan. Ik wil ook aangeven dat we vandaag hebben besproken en besloten de kwestie van het ondernemersklimaat en het investeringsklimaat helpen verbeteren door de aanpassing en de versoepeling en de verkorting van de procedures met betrekking tot het verkrijgen van een werkvergunning. Het is een problematische zaak geweest voor vele bedrijven die in het buitenland zijn gevestigd, hier opereren, om de noodzakelijke juridische administratieve documenten te krijgen. En dat proces duurde normaliter maanden. Nu is er een samenwerking tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken, Bibes, en het ministerie van Justitie en Politie, samen met het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, en ook met Binnenlandse Zaken, om deze procedure voor bedrijven die minimaal 20 werknemers hebben, een faciliteit aan te bieden, een versnelde procedure. De reguliere procedure gaat gewoon door, want ieder kan een aanvraag indienen. Maar de versnelde procedure is zeker om onze economische ontwikkeling te stimuleren. Dat betekent dat nu binnen 6 weken de aanvraag van begin tot eind afgehandeld moet worden. Als het niet, als het natuurlijk allemaal met complete documenten is ingediend. Maar in ieder geval, als het sneller kan, binnen een maand, dan is dat natuurlijk de voorkeur. Maar we zullen ervoor zorgen dat binnen die 6 weken alles wordt afgerond. Als een aanvraag wordt gedaan, op tijd wordt gedaan, dan ben ik ervan overtuigd dat alle bedrijven die werknemers uit het buitenland moeten halen, vanwege het feit dat we bepaalde kwaliteiten, skills niet in de samenleving hebben, om dat te doen op een juiste manier, op een snelle manier. En dat zou betekenen dat we dus onze economische ontwikkeling verder gaan ondersteunen. Dit is een van de zaken die voor vele bedrijven een hinder is geweest. Zeker met het oog op olie en gas en alle relevante investeringen die zullen
komen naar Suriname is dit van belang. Dus dit is een belangrijk gegeven. Ik wil ook aangeven in het kader van, en dit zal in de komende weken op de agenda van de Raad van Ministers worden geplaatst, van de regeringsvergadering, de introductie van, u weet, als u uit het buitenland komt, als bezoeker, dan moet u zo'n lange formulier indienen. Velen hebben daar moeite mee. Zo'n wit-gele doorslagformulier, een zogenaamde arrival embarkation, disembarkation form. Dat gaat in de toekomst niet meer hoeven. We willen dat nog voor eind van het jaar introduceren. Het zal allemaal online gebeuren. En niet dat het iedere keer weer zo'n hele formulier moet invullen, maar één keer. En als het eenmaal gesaved is, dan moet u de volgende keer alleen de data en de gegevens die veranderd zijn aanpassen. En dan kunt u weer, dan kan het geregistreerd zijn. Dat zal ook in het kader zijn van het vergemakkelijken van het personenverkeer naar Suriname, maar ook in termen van het bedrijfsleven. Ik wil u deze twee belangrijke zaken meegeven in termen van ons streven om ease of doing business en ease of entering Suriname te vergemakkelijken. Er zijn twee andere issues die we aan de orde wilden stellen, omdat die in het nieuws zijn geweest. Eén is de kwestie van Haiti. We hebben daar inmiddels een persbericht over doen uitgaan, wat in het verhaal uitgebreid is geweest. Maar als u vragen heeft, dan wil ik die nog beantwoorden. Wat ik wel wil benadrukken is dat deze regering absoluut niet zal toestaan dat Haitianen of welke bevolkingsgroep dan ook, of welke personen in welke landen dan ook, hier illegaal gebracht worden en ook aan mensenhandel onderhevig zijn, mensen smokkelen. Dat gaan we absoluut niet tolereren. We hebben een mooie start gemaakt een paar weken geleden met een ranking op tier 1. Dat gaan we behouden. We zullen daar heel scherp op letten. Wat wij hebben gedaan intern, dat wil ik u wel mededelen, is dat we een volledig dossier hebben samengesteld van alle personen die vanaf de heropstart van deze vluchten naar Suriname zijn gekomen. En ook precies hebben aangegeven wat de procedure is voor betreffende controle. Want ze zijn onderhevig aan hele strikte regels. En het is alleen maar komen hier voor gezinshereniging of familiebezoek en voor arbeidsmigratie. En personen die een verblijfsvergunning hebben in een ander land, dus ook ergens anders werken, die mogen ook naar Suriname komen uit Haiti. Er zijn verschillende documenten die worden gecontroleerd hier vooraf door het consulaat-generaal van Haiti hier en het vliegmaatschappij mag deze passagiers alleen aan boord nemen als ze dus een oké hebben van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Laat me er daar heel duidelijk over zijn. Wij passen alles toe. In termen van de boekingen en zeg maar de reisreservering, daar hebben wij natuurlijk geen zeggenschap over. Maar we hebben ook gehoord wat het vermoeden is daar, of wat de praktijk zou zijn. Ik kan het niet bevestigen, nog ontkennen. Maar we hebben daarom ook deze documenten gestuurd naar de procureur-generaal. Die zal dan bepalen wat justitieel verder gedaan moet worden om deze zaak te onderzoeken. We zijn in overleg met de Haitiaanse autoriteiten. Ik heb aangegeven dat we het gesprek willen hebben met de Haitiaanse minister van Buitenlandse Zaken. We hebben elkaar continu gemist tot vandaag toe. Maar wij gaan zeker nog voor een van de week contact hebben en deze kwestie bespreken. Dat is ten aanzien van Haiti. Haiti blijft een zorgpunt in het Caribisch gebied, in het algemeen. En wij zijn nog steeds bereid om daar een aantal Surinamers te sturen die een bijdrage kunnen leveren aan vrede en veiligheid en humanitaire assistentie. Een ander vraagstuk dat aan de orde is geweest is de kwestie van Venezuela en het standpunt van Suriname. En ook hier hebben wij reeds informatie over verschaft. Laat me heel duidelijk zijn. Wij zijn een democratisch land. We zijn
heel nadrukkelijk gebonden aan een electoraal proces dat jarenlang is opgebouwd met zekerheden en checks en balances. We hebben respect voor mensenrechten en vrijheden. We hebben respect voor rule of law, voor de principes die gelden in een rechtsstaat. Dus het hoorde van dat soort waarden en normen is bij ons altijd het beleid om niet vroegtijdig of voorbarig te zijn in onze beoordeling. We hebben gekeken naar de verkiezingen die in Venezuela hebben plaatsgevonden. We hebben ook natuurlijk de situatie gemonitord tot aan de verkiezingen en ook daarna. Wat wij constateren zonder te willen inmengen in de binnenlandse aangelegenheid van een nabuurland, stellen wij vast dat er toch vrij veel onduidelijkheid is over de uitkomst van de verkiezingen. En dat is het standpunt dat wij hebben ingenomen samen met andere landen, dat het goed zou zijn om van de autoriteiten in Venezuela te vragen, gezamenlijk, om in CARICOM-verband, maar ook in verband samen met de Organisatie van Amerikaanse Staten, om te vragen naar bewijsstukken van de tellingen per district, als het kan nog meer gedetailleerd, zodat objectief kan worden vastgesteld door een ieder hoe de verkiezingen zijn gelopen en wie uiteindelijk de winnaar is. Slechts aangeven dat een persoon gewonnen heeft of een politieke partij met een verdeling van de percentages is onder de gegeven omstandigheden niet voldoende, vinden we, samen met de internationale gemeenschap. Dat is het standpunt van Suriname. We hebben relaties, we hebben diplomatieke betrekkingen met Venezuela. Zij zijn ook op de hoogte van ons standpunt. En als zodanig moet ik zeggen dat wij ook goed overleg hebben en onze mening hebben gedeeld met de Venezolaanse autoriteiten. Wij weten niet wat het vervolgtraject zal zijn. In de Dominicaanse Republiek is een verklaring door een 22-tal landen aangenomen, waarin scherp wordt veroordeeld de mensenrechten situatie, de persoonlijke vrijheden, het definiëren van personen en zonder dat er echt een proces op gang is gekomen. Dat zijn geen goede zaken. Tegelijkertijd wordt iedereen opgeroepen om in rust en alle kalmte te werken naar een oplossing. We weten dat sommige landen, als Brazilië, Mexico en Colombia, bezig zijn op de achtergrond te praten met de autoriteiten. Wij hopen dat daar natuurlijk een proces komt dat vooruitgang biedt en dat er rust zal leiden in Venezuela. Het belang voor ons is evenwel groot. Wij willen ook dat er politieke stabiliteit is, vrede is en veiligheid in Venezuela. De regionale instabiliteit is niet goed. Zeker niet voor een land als Suriname en ook in dit geval Guyana, waarbij investeerders noodzakelijk zijn voor betreft de olie- en gasindustrie. We willen niemand afschrikken. Regionale instabiliteit, onveiligheid is nooit een goed ding voor geen enkel land. We hebben veel bereikt over de afgelopen periode in termen van economische hervorming, maar ook in termen van onze samenleving. Democratisch en met veel dialoog. Iedereen mag zeggen wat ze willen. Maar uiteindelijk wil je wel een situatie hebben waarbij iedereen zich veilig voelt en zich ook daarna kan gedragen. Dus dat is ons standpunt ten aanzien van Venezuela. Ik ben ervan overtuigd dat zowel op het stuk van Haiti als op het stuk van Venezuela het laatste woord nog niet is gezegd. Dus we zullen dit op de agenda blijven houden. Dan wil ik verder met een algemene opmerking met betrekking tot wat ik toch waarneem in onze samenleving. En u heeft me dit vaker horen zeggen. Ik weet dat we in de verkiezingsperiode komen. En ik weet dat er natuurlijk veel aspiraties en ambities zijn bij individuen, bij politieke partijen. Maar laat het niet zo zijn dat we als Surinamers onze waarden en normen opzij zetten daarvoor. Dat leidt allemaal tot conflict. En zoals ik daarnet zei, sociaal conflict of
openlijk conflict, militair conflict is nooit goed voor een samenleving. Dus ik wil wel een beroep doen op een ieder in onze samenleving, alle segmenten van die samenleving, om daarmee rekening te houden. Uiteindelijk zijn we Surinamers, we gaan die vooruitgang die is geboekt. Ja, sommigen vinden het misschien niet leuk, maar als we naar het groter belang kijken, dan moeten we erkennen dat er een stukje hervorming heeft plaatsgevonden waarop gebouwd kan worden. Nou, laten we dat ook heel eerlijk en toegeven. We kunnen van mening verschillen over veel zaken. En dat moet ook kunnen in een democratie, in een rechtsstaat. Maar laat het niet zo zijn dat we elkaar bejegenen als vijanden, als bijna niet-Surinamers, op een onheuse manier. Dat is absoluut niet waardevol. Dat geeft onze slechte naam internationaal. Maar meer nog vind ik dat het niet past bij Surinamers zijn. Ik zeg dit nu reeds, 9 maanden voor de verkiezingen, simpelweg omdat ik vrees dat het erger gaat worden. Alleen maar om een verkiezing te winnen. Dat is 1 dag, maar in 5 jaar. Maar laat het niet zo zijn dat het leven daarna daardoor ook verpest wordt, voor een groot deel. Uiteindelijk met 600.000 mensen gaan we goed met elkaar moeten liepen. En laat er een duidelijke discussie zijn met elkaar. En laten we dingen feiten, verifiëren. Laten we ook hoor en wederhoor toepassen. Laten we kijken precies wat in die samenleving gebeurt. Maar zoals het nu gaat, vrees ik dat we meer tegenover elkaar gaan staan dan met elkaar. Dus ik wil dat beroep aan iedereen eigenlijk in die samenleving doen. Niet als politiek persoon, maar gewoon als Surinamer. Want dit is niet goed. Mensen letten erop, mensen kijken naar ons. En dit is niet het gezicht dat we van Suriname willen tonen. Ik wil dat wel even kwijt aan een ieder. En dat geldt overigens voor alle partijen, in de regering, buiten de regering, politieke partijen, maatschappelijke groepen. Het gaat niet de goede richting op, de wijze waarop we elkaar bejegenen en waarop we bepaalde zaken gebruiken. Dank u wel, heer Jason. En dan, ik ben beschikbaar voor vragen als er zijn. Als er niet zijn, dan gaat u me langzaam zien vertrekken. Dank u wel, minister Randin. Voordat we verder gaan met de vraagronde voor de minister, willen we u beleefd vragen dat u uw naam doorgeeft en uw media is kenbaar maakt. Zijn er vragen? Alsjeblieft. Goedenavond, Amanda Paris van Kenius. Minister, u heeft ook natuurlijk aangegeven wat het standpunt is van Suriname als het gaat om personeel, van Suriname personeel die bij het Nederlands consulaat is weggestuurd. En in uw statement is er ook aangegeven dus dat u ervan uitgaat dat er naar eigen geweten is gehandeld door het consulaat. Voor mij is het even niet duidelijk. Is het consulaat niet onder Surinaams beheer? Of kunt u dat misschien even uitleggen? En de aantekeningen die worden gedaan is dat Surinaams personeel zouden hebben geassisteerd in het helpen smokkelen. Van mensen of in mensenhandel. Bedoelt dat u dus wat zeggen heeft, u kunt niet echt in bepaalde zaken ingaan en u kunt ook niet echt toegeven of ontkennen. Was het dat waarover u precies zat? Nou, kijk u, er zijn berichten verschenen en ik ben niet geneigd om op speculaties dan wel vermoedens te reageren. Daarom ben ik daar voorzichtig mee. Zolang we niet ons openbaar ministerie de kans geven om zaken goed uit te zoeken, zolang we geen informatie krijgen die misschien elders wel beschikbaar is, bijvoorbeeld bij het ministerie van Buitenlandse in Haiti. Tot op dat moment zal je mij niet horen zeggen wat ik niet weet, wat ik gewoon niet kan bewijzen. Ik denk dat we dat respect moeten hebben. Ten aanzien van Surinaams personeel en ander soort personeel op het consulaat, weet een consulaat is een consulaire missie met privileges, net als een diplomatieke missie, net als een ambassade. Dus het valt niet onder ons beheer. Het consulaat, ook onze eigen consulaten vallen daar niet van. Er zijn bepaalde protocollen op basis van de Wense Conventie die van toepassing zijn en dat moeten we respecteren. Uiteraard is het zo, en dat hebben we aangegeven, dat wij ervan uitgaan dat het proces van ons lab op een eerlijke manier heeft plaatsgevonden. Ook dat wordt even nog besproken. Ik zal morgen een gesprek hebben met
de waarneming op het hoofd van het consulaat hier. En dit zal een van de onderwerpen zijn. We moeten onze Surinamers ook wel beschermen in dat opzicht. Zoals we dat doen met anderen, ook in bedrijven, als dat zou zijn gebeurd. Er zijn bepaalde processen nationaal in de wetgeving waar men zich moet houden, zeker als het gaat om Surinamers. Dus dat wil ik nog even afwachten. Maar dat is precies wat ik inderdaad bedoelde als zodanig. Ik begrijp dat dus dat tijdens de COVID-periode toen er een aan was van Haitianen binnenkrijgen die binnenkwamen voor gezinsherenigingen, etc. Dat daar ook een commentaar over was en dat speelde ook toen van hoe komt het dat deze mensen gewoon zo binnen kunnen vliegen. Maar u geeft dus aan dat er wel degelijk controle is geweest of het nou de mensen die zijn binnengekomen, dus aan dat het dossier is samengesteld van al de mensen die zijn binnengekomen. En als zij werkelijk zijn gekomen voor waar, voor wat ze hebben aangegeven dat ze naar Suriname zijn gekomen. Een andere zorg ook was van de Franse ambassade was dus dat mensen gebruik maken van Suriname als een hub om naar Europa te gaan. Hoe staat het daarmee? Is dat nog steeds een issue? Laat me heel duidelijk zijn, deze regels die zijn uitgevaardigd recentelijk, die dateren voor de periode waarin, dat is gewoon na de COVID-periode, dus dit is recentelijk, dus ik denk 6, 7 maanden geleden. Over die periode hebben wij gerapporteerd aan de procureur-generaal. Want vanaf dat moment gelden die specifieke regels van controle van alle documenten. In termen van hun verblijf hier, en kijk u, met elke persoon die binnenkomt, loop je altijd een risico dat men met andere bedoelingen komt dan wat ze je vertellen. En dat is een risico dat je altijd hebt. Vandaar dat je zo, het hoeft niet te vallen onder mensen smokkelen. Mensen kunnen komen en zeggen van ik wil liever daar naartoe gaan en dan vertrekken ze weer. We zijn bezig die cijfers goed op elkaar af te stemmen om te kijken welke personen zijn aangekomen en zijn hier gebleven. En welke personen zijn niet te vinden en zijn elders gegaan. Dus dat gaat nog. En ik wil echt niet vooruitlopen op onderzoek van die naad. Ik moet zeggen dat het grootste deel, dat kan ik wel zeggen, het grootste deel, meer dan 90% gewoon hier blijft. Omdat ze hier voor legitieme redenen zijn gekomen. Voor de rest moeten we uitzoeken wat daar precies is gebeurd. Er was een moment een paar maanden geleden, en daarna hebben we het aangescherpt, de migratie. Er was een moment dat inderdaad vele, een aantal Haitianen, zich in Frans-Guyana begaven om uiteindelijk naar Europa te gaan. Dat is vermeld geworden door de Franse ambassade. We hebben ook overleg met hen gehad. We hebben dat scherp aangepakt. En daarna heb ik er niet veel meer van gehoord. Lekkages in het migratiegebeuren heb je altijd. Maar ik geloof niet dat het van die naad is op het moment dat je kan praten over mensen smokkelen op een bepaald niveau. Laat mij dat voor de rest overlaten aan de justitie. Om te kijken of zij iets met het dossier gaan doen, of er een reden voor is. En dan zullen we van daaruit verder kijken of de regels misschien weer aangescherpt moeten worden. Of zelfs indien het noodzakelijk is. Dat zou niet prettig zijn voor degenen die legitiem naar een land willen komen, om het dan ook stop te zetten. Zoals we dat eerder hebben gedaan. Goed? Ik ben Mari Thomas van Suriname Herald. Minister, als u heeft gesproken over we zullen gaan naar een online systeem voor het disembarkformulier. Het is alleen voor Suriname, want Suriname vliegen ook met andere airlines. Is het dan alleen voor Suriname of ook voor de andere airlines? Want je vervult hem niet alleen voor Suriname in. Mag ik dit met die antwoord? Dat is makkelijker. Dat geldt voor elke passagier die met welke airline dan ook richting Suriname komt. Of het nou KLM is, Copa is, SLM, BW, maakt niet uit. Iedereen die naar Suriname gaat en zo formulier normaal iets zou invullen, zal dat niet meer moeten doen. Ze gaan het wel online moeten doen, want je hebt nog steeds die checks en balances nodig. Je moet wel weten wie naar je land komt.
Want anders wordt het een vrijgevochte boer en dan weet je niet wie hier kwam. Dus voor verschillende redenen is dat noodzakelijk. Alleen het gaat online gebeuren. En maar één keer hoef je dat te doen. En de volgende keer is het alleen maar een paar regels nog aanpassen voor bedrijf, kiesnummer en datum van afreizen enzovoort. Dus dat is de situatie, dat gaat voor iedereen gelden. Wij hopen echt voor eind van het jaar dit ingevoerd te hebben. Het zal binnenkort naar de Raad van Ministers gaan voor goedkeuring. Hebben jullie rekening gehouden met dat iedereen zo'n online formulier gaat kunnen invullen? En wordt daar assistentie bij voorbereidingsbureau? Dat zal een lange periode zijn van informatievoorziening naar verschillende personen. Maar kijk, we kunnen al deze overwegingen meenemen. Maar u weet ook dat als we het niet doen, dan heb je een grotere groep die zegt van, dat is een vervelend ding om in te vullen. We moeten allemaal, zoals met die entry fee, men begrijpt nog steeds niet, sommigen, dat men een entry fee online moet betalen om naar Suriname te komen. We hebben nog steeds mensen die binnenkomen zonder betaald te hebben. En ja, vandaag aan de dag gaan we veel met technologie moeten werken. Dus ieder moet daar wel van bewust zijn dat het ook een verplichting is. Ik krijg nog steeds aanvragen elke dag van persoon die zegt van, kan ik niet een visum krijgen op een arrival? En ik weiger dat. Want er is, anders wordt het veel te gemakkelijk gemaakt voor ieder om even te zeggen, ik ben vergeten, laten we maar visum op een arrival krijgen. Dat is niet de bedoeling. Een stukje automatisering, digitalisering van onze dienstverlening, is precies wat de mensen willen. Bovendien is het ook milieuvriendelijk. En we hebben gezien dat de verschillende banden zich de afgelopen periode hebben geroerd. Overheidsbanden, ziekenhuisbanden, we zien ook de veiligheidsbanden. Hoe zit het met de onderhandeling met al deze banden? En waarom hebben we een situatie gehad waar overheidsbanden aangeven, we zijn nog niet zo ver, we zijn nog in onderhandeling, we hebben nog niet gekregen wat eigenlijk we willen hebben van de overheid, maar de overheid op zijn beurt wel aangeven dat er vruchtbare gesprekken zijn geweest. Waarom zo? Het zorgt voor heel veel ruis daar buiten. De mensen snappen dan niet wat wel juiste informatie is. Kan er misschien een toelichting worden gegeven over de onderhandelingen met de verschillende en diverse banden en als de overheid wel serieus is wanneer het gaat om wanneer ze inderdaad in actie gaan? Ja, maar ik wil me even nadrukkelijk zeggen, de regering is altijd serieus. En de overheid ook. We kennen onze verantwoordelijkheid. Het overleg met verschillende vakbonden in drie verschillende categorieën van vakbonden, want er is geen eenheid binnen de vakbeweging om te zeggen, je hebt maar één gesprekspartner, dat zou heel handig zijn. We accepteren die realiteit, dat zijn drie verschillende categorieën van vakbonden die met de overheid willen praten. We hebben heel nadrukkelijk gezegd vanaf het begin, u mag met verschillende partijen aan tafel komen met de overheid, maar het zal wel maar één resultaat zijn. Want anders gaan we een probleem krijgen dat je dit met die ene afspreekt en weer iets anders met die andere en dan weer iets anders met de andere. Dan ga je weer krijgen dat je weer in onderhandelingen moet gaan en dan blijf je in onderhandeling. De uitkomst van elke onderhandeling zal hetzelfde zijn. Het zou beter zijn geweest als alle partijen gezamenlijk aan tafel zitten. Dat is één eerste punt. Tweede punt is, wanneer we zeggen dat we vruchtbare gesprekken voeren, is het wel omdat het ook zo is. In die zin dat er een dialoog is waarbij met argumenten wordt geanalyseerd wat de situatie is. En wanneer ik zeg met argumenten, dan bedoel ik hier heel nadrukkelijk dat we ook moeten beseffen wat de situatie is. De situatie is een simpel op dit moment. De overheid verdient veel te weinig nog. Als samenleving verdienen wij veel te weinig. Om die salarissen te kunnen betalen die men verwacht. Ik vind het vreemd dat 9 maanden voor de verkiezingen alle bonden heel wat eisen willen stellen die we gewoon niet kunnen realiseren. Dat weet men ook. En ik weet dat dat hun rol is in die samenleving. Maar we moeten wel een stukje realisme aan de dag leggen. En weten, er is een proces op weg naar meer vooruitgang, naar meer economische welvaart, maar dat is er nog niet. En als we er samen aan werken om in ieder geval in alle rust dat soort vooruitgang te realiseren, dan gaan we er allemaal voordeel van hebben. Dus de gesprekken tussen het onderhandelingsorgaan van de overheid
en de verschillende groepen van vakbonden. Dat gaat nog steeds door. De bedoeling is om binnenkort weer bij elkaar te komen, zodat we een finale overeenstemming kunnen bereiken. De regering is altijd bereid om te kijken hoe we in de toekomst meer kunnen doen. We kunnen ook afspraken maken naar de toekomst toe. Maar wat we op dit moment kunnen doen, gaan we dat ook heel duidelijk zeggen. Deze regering gaat geen leningen nemen om constructief te besteden in de zin van salarisverhogingen. Want salarissen moeten betaald worden uit de verdiencapaciteit. Je moet het verdiend hebben om te kunnen uitgeven. Dat is een normaal principe. Als je werkt, je verdient, dan kan je dat geld uitgeven. En als je niet verdient, van waar moet je het geld halen? Dan is het alleen maar leningen. En dat kunnen we niet doen. Dit is ook een besef dat moet ontstaan in onze samenleving, dat we sneller moeten verdienen om te kunnen overleven. De overheid is één partner. Maar de belangrijkste partner zijn wij zelf. Je moet hard werken voor je eigen geld en je eigen verdiensten. De groep in die samenleving die ondersteund moet worden, die kennen we. Maar ik denk dat we rekening mee moeten houden dat we niet in een soort situatie moeten komen van verkiezingen komen eraan, dus allerlei eisen nu stellen. Ik heb exorbitante, onrealistische eisen gezien bij sommige vakbonden, niet de vakbonden met wie we op dit moment praten en die heel constructief zijn. We hebben daar vaker over gesproken. Dus er komt een uitslag van die opening van die onderhandelingen. Ten aanzien van u stelde een vraag op het eind met betrekking tot, als u mij herinnert wat uw laatste vraag was, in een samenleving als deze waarin we weten van waar we komen, ik vind ultimata ook niet een geweldig instrument. We hebben allemaal een bijdrage te leveren. Er is veel gedaan, er is veel gegeven. Normaliter, de inflatie is rond de 60-65% geweest over de afgelopen periode. De overheid heeft zeker meer dan 70% aan salarisverhogingen gegeven. En dat is meer dan normaal. Maar goed, de overheid heeft altijd beloofd van, jongens, hebben we dat gewoon gegeven. Wat ik wil zeggen alleen is dat we de beste vooruitgang zullen realiseren als we in georganiseerd verband, in goed overleg met elkaar, tot oplossingen komen. En een stukje realisme aan de dag leggen, wat mogelijk is, is mogelijk. Wat niet mogelijk is, dat moet men ook beseffen. Wij beseffen dat en ik verwacht dat iedereen in de samenleving dat ook beseft. Aansluiten op wat u zegt. U zegt, voor de verkiezing 9 maanden, en dan worden de eisen gesteld die bijna onrealistisch is. Is er sprake van politieke opzet? Bent u van oordeel dat men dit bewust doet voor de verkiezingen? Ik ga geen oordeel geven over de motivering van de personen die zo acteren. Dat laat ik aan u over. Minister, daarop aansluiten, sorry dat Jason. De band heeft van Pantie dus aangegeven dat ze niet meer in gesprek willen gaan met de minister van Justitie en Politie en wacht op de uitnodiging van de clusterminister. U bent dus de voorzitter of coördinator van de clusterminister. Is er al overleg geweest wanneer jullie een uitnodiging gaan sturen naar de brandweervakbond? Ik ben niet op de hoogte van dat aspect. Maar zeker, wij als clusterminister zijn zeker. Minister Arbeid is ook lid van het clusterteam. Wij gaan altijd willen praten. Dus ook met de brandweerbonden als zij de noodzaak daarvan inzien. En ze kunnen ons bereiken. Ik heb nog niks ontvangen, maar als dat zo is, dan zullen we dat zeker inplannen. Wij zijn geen voorstander van conflict, met wie dan ook. We praten. We praten met een ieder om problemen op te lossen. Het is een simpele opdracht aan de regeerders. Conflict helpt niemand. Laten we dat goed beseffen. Dat heeft alleen maar nadelen voor iedereen in de samenleving. Alles is niet op korte termijn, op lange termijn sowieso. Ik ben voorstander van blijf praten, zorg ervoor dat je elkaar begrijpt. Wat kan, kan, wat niet kan, dan gaan we kijken hoe we daar in de toekomst mee omgaan. Dank u wel.
Dank u wel, minister, voor uw medewerking. Ook de journalisten wil ik bedanken voor jullie vragen. We zullen dan vervolgen met de minister van LVP. Dank u wel, meneer Jason. Dames en heren van de pers. Ook kennis en luisteraars, ook in de goede avond van mijn kant uit. Ik zal even heel kort ingaan op de dampbreuk dat ontstaan is de Allianz. Zoals je allemaal kent, gisterochtend vroeg werd het verrast met een mededeling uit het nieuws dat er een dampbreuk was ontstaan de Allianz en dat een bijna de totale bevolking daarmee getroffen was. We waren als overheid aan een poos bezig om te kijken naar waar de zwakke plekken zijn. En dat waren ze kustvlakte. Waar de gevolgen te merken, de sterkste te merken waren van climate change. Denk je maar aan het zeegebied. De Saramatastinoale, heel wat zaken gebeurde in Koroni ook. Maar komen wij er en extra omdat daar aan de rechteroever met een versneld tempo de zee naar binnen komt. En dan moet je nu als regering een beslissing nemen van hoe ga je ermee om? Kun je nog redden wat er nog te redden valt? Of zeg je van rechteroever moeten we laten voor wat het is en laten de mensen van daaruit verhuizen? Linkeroever, daar moet je ook naar kijken, want als je rijdt vanuit Amsterdam richting Marienburg, bijna tot aan in Tamarillo, dan ga je zien dat op heel veel plekken langs de rivier het water tot aan de weg, de soms zijn de bermen weg, en er is een koel. Het betekent dat er sprake is van zware afkalking en de overheid moet dat kunnen inzien en voorbereidingsmaatregelen daar betreffen. Op Allianz hadden we al een postleed ook gesignaleerd van dat er zaken daar niet zo goed gaan. De dammen langs de rivier waren opgehoogd, maar als het water blijft schuren tegen de rivieroever aan, dan ga je een dag en een dag een probleem verwachten. We hadden al aannemers ingeschakeld om materialen te zoeken, materialen aan te voeren, om te beginnen bij de meest zwakke plekken, om daar dan die palen te plaatsen en te voorzien van geotextiel en verder te vullen met een klei of welk ander materiaal dan ook. Helaas is de dampbreuk Allianz aan ons voor geweest. Dat vroeg geweest, maar er was wel een machine aanwezig ter plekke welke de coupure kon dichten, maar ondertussen was het water al dusdanig of is er ook hoeveel hier naar binnen gedrongen dat de bodem is daar en het gaat in totaal om 70 tot 100 gezinnen bij elkaar die zijn zonder water waren gelopen. Het is niet denk wat schade aan en de landbouwhuizen. Maar als je later hard weet dat de gemeente in de huis zit, dan is de onbedoeling ook weg. Wat dat betreft, dus aan de ene kant hebben wij de koepelen kunnen dichten. De aannemer die was aangewezen om daar langs de rivier de werkzaamheden te verrichten. De palen waren gekwalificeerd. Vandaag heeft hij niet begonnen de palen in de grond te zetten en de overige maatregelen te treffen. Ondertussen is het water, het overtollig water, wel afgevoerd. Dus het gebied is vrij droog, wat het betreft. Wat nog wel zegt, hoe schieten de mensen te helpen? De schade wordt op dit moment opgemaakt. En we hopen binnen een paar dagen over de cijfers te beschikken. Waarna we bij de regering een besluit aan moeten nemen van hoe de mensen te goed te komen en in de schade dat het geleden is. Gelukkig hebben we geen menselijke ongelukken gedaan of andere zware schade welke aangericht kon worden. Maar voor het moment, in de situatie is het vrij stabiel.
Ik wil van iedereen en iedereen die een bijdrage heeft geleverd. En gaat het niet voornamelijk aan de restaurant leveren. Misschien van de Defensie. Met NCCR als onderdeel van hen. Maar ook particulieren in de buurt die tegen elkaar waren gestoten. En zag hoe ze met pakketten met water op andere spullen en die mensen daar en te goed traden en helpen. Ik ben ze allemaal heel erg dankbaar. Wij allemaal natuurlijk als gemeenschap ook. En deze stand van zaken zoals nu het rijkvliet hebben hopen binnen een paar dagen en nodig ook met meer informatie naar buiten te voeren. Dank u wel. Dank u wel, minister Saoudi. We zullen vervolgen met minister Mekende. Ook van mijn kant. Ook van mijn kant een goedenavond. Ik zal het hebben over een paar onderwerpen. Maar laat me starten met het project waar we uitvoeren met de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling, genaamd Roken voor Make Money. We hebben afgelopen zaterdag in Brokkepoonde weer een 66 personen kunnen certificeren, namelijk 51 van textiele werkvormen en 15 van elektrohuisinstallatie. Als we kijken naar wat we sinds oktober 2023 hebben gedaan aan trainingen, dan zien we dat we ongeveer 388 personen hebben getraind in een vak sinds nogmaals oktober 2023. De eerste golf van trainingen zijn nu haast achter de rug, dus we gaan ons nu focussen op de tweede golf. En laat me voor alle duidelijkheid zeggen dat we ook voor Make Money inhoud dat we landelijk kosteloos van trainingen worden aangeboden aan personen in de leeftijdsgroep 16 tot en met 40 jaar. In bepaalde gevallen hebben we toch wel uitzonderingen gemaakt door ook mensen die ouder waren dan 40 jaar een kans te geven. Ik denk hierbij aan de wijk Texas, deze is buiten, waar ongeveer 25 vrouwen getraind worden in textiele werkvormen. Maar over het algemeen waren de meeste cursussen toch wel in de leeftijdsgroep 16, 40 jaar. Dit project houdt in ook dat we cursussen aanbieden die behoren tot het regulier aanbod van SAO, zoals Lasser, Kawasa, elektrohuisinstallatie, elektra, krachtinstallatie, maar dat we ook soms cursussen aanbieden die toch wel gevraagd zijn. Zo hebben we onder andere in Nikeri barberopleiding voor zorg, kapper A-opleiding en we zijn nu daar bezig met een kapper B-opleiding. In Coroni hebben we speciaal op verzoek van Coroni een cursus ADL voor zorg. ADL staat voor Algemene Dagelijkse Verrichtingen. Dat was voor personeel van een bejaardentehuis daar, zodat ze toch wel in staat zouden zijn om het tehuis daar draaiende te houden. Kan doorgeven. Wat betreft de aantallen per district, we hebben op dit moment in 5 districten getraind. Brokkepoonde 66, Paramaribo in totaal 107, Para 31, dat was La Vitalancia. Nikeri hebben op dit moment 99 personen en Coroni 92 personen. We gaan ons nu focussen op de andere districten, maar we hebben ook een paar speciale projecten die we weer gaan uitvoeren. Zo zullen we in samenwerking met het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen een training elektrohuisinstallatie draaien voor dorpen in de regio van Ajoni, omdat daar installaties, zonnepanelen-installaties worden neergezet. En uiteraard is het dan de bedoeling dat de huizen gekoppeld worden aan het net. Dus het is goed dat we personen trainen daar die huisinstallaties kunnen doen. Dus zo zijn we bezig voor wat betreft de vakopleidingen. Kijkende naar de presidentiële monitoringsgroep kan ik ook aangeven dat ook op het programma staan een tweetal cursussen voor personen met een beperking. Dus die doelgroep zullen we nooit vergeten.
Dus die zullen in de komende trainingen ook worden meegenomen. Ik kan u ook doorgeven dat we vandaag in de Raad van Ministers een project hebben goedgekeurd voor wat betreft jongeren. En een component daarvan, welke toch wel in het nieuws was in de afgelopen dagen, was vakantiejob, vakantiewerk. En in totaal zullen we nu 900 jongeren voor 10 dagen in de gelegenheid stellen om wat vakantiewerk te doen. Onder auspiciën van het directoraat, onder directoraat Jeugdcentra. Behalve die 10 dagen werk, zullen ze ook een cursus arbeidsethiek krijgen van dit onder directoraat. Het project hield ook in sociaal-agogische vorming. Dat houdt in dat we toch wel innerlijk willen gaan samenwerken met buurtorganisaties voor de naschoolse opvang van jongeren, zodat ze toch wel op productieve, constructieve wijze naast school kunnen worden bezig gehouden. Ik kan u ook doorgeven dat in de regeringsraad is goedgekeurd de National Social Protection Strategy of Suriname voor de periode 2024-2030. Deze Social Protection Strategy is ontwikkeld in het kader van een project waar we vorig jaar zijn gestart met de ILO, waarbij eerst een diepgaande analyse was verpleegd van ons sociaal protectiesysteem. En daarbij kwamen toch wel een aantal zaken naar voren die noodzaken dat er een nationale social protectiestrategie werd ontwikkeld. Een aantal van de zaken die geïdentificeerd waren in de Social Protection Expenditure Review waren dat 1. Wetgeving voor bepaalde programma's ontbreekt. 2. De dekking van sommige programma's niet in lijn is met de wetgeving. 3. Dat de voorzieningen soms de behoeften van de doelgroep niet kunnen dekken. 4. Dat er soms sprake is van een gebrekkige coördinatie. En 5. Dat programma's die gericht zijn op bepaalde specifieke behoeften, zoals kinderen, niet helemaal toereikend zijn. Dus met de Social Protection Strategy zullen we proberen om deze minpunten recht te trekken. En ik kan u aangeven dat een van de actiepunten die is opgenomen is toch wel om te komen te verraken met alomvattende sociale protectiewetgeving in Suriname, zodat alle componenten toch wel onder die wetgeving kunnen vallen. En daarbij zullen we uiteraard letten op het feit dat we willen dat sociale protectie toch wel mensen die in nood zijn gedurende hun hele levenscyclus moeten kunnen helpen. En het hangt er dan van af wat de nood is van de personen. We weten, mensen met een beperking hebben ook specifieke behoeften. Dus in die strategie zullen we ook daar dan specifiek erop focussen. We zullen kijken wat er nu wordt uitgekeerd aan de doelgroep en nagaan als dat verhoogd moet worden. Of als er nog andere zaken moeten komen bijkijken. We zijn als AWJ ook al in dialoog met het ministerie van Sociale Zaken en Huisvesting om te kijken hoe we personen die toch wel bepaalde voorzieningen ontvangen terug kunnen geleiden naar de arbeidsmarkt. Want iemand die bijvoorbeeld tot een zwakke huishouden behoort, hoeft niet zijn of haar leven lang een uitkering te ontvangen. Maar middels training en begeleiding van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken kunnen we toch wel trachten om de personen te doen terugkeren naar de arbeidsmarkt. Ik kan hier ook wel aangeven dat we de strategie zo gauw als mogelijk zullen we beginnen met de implementatie van deze strategie. We zijn nog even in onderhandeling met de ILO om te kijken wanneer we het officieel kunnen tekenen. Maar nogmaals, het is goedgekeurd in de regeringsraad, dus we kunnen beginnen met de uitvoering daarvan. Maar omdat de strategie is ontwikkeld met medewerking van de International Labour Organization en de Inter-American Development Bank en ook met medewerking van andere UN-organisaties, zoals UNICEF, willen we toch wel kijken als we misschien toch wel een officiële ondertekeningsceremonie kunnen hebben voor deze strategie. Maar we gaan beginnen met de implementatie daarvan.
omdat we toch wel beseffen dat we aanvang moeten maken met de strategie om de minpunten die geïdentificeerd waren tijdens de review te kunnen aanpakken. Tenslotte kan ik aangeven dat voor wat betreft de jeugdraad Suriname, dat we werken naar een nationaal jeugdcongres in november. Er zijn door de jeugdraad of leden van de jeugdraad al consultaties gehouden in de meeste districten. Dus hetgeen daardoor jongeren naar voren is gebracht, zal dan tijdens het jeugdcongres aangestipt worden, zodat we kunnen zoeken naar juiste beleidsmaatregelen of andere oplossingen, zoals jongeren voorgedragen, toch wel in beschouwing kunnen nemen en kijken wat we daarmee kunnen doen. Ik wil het hierbij laten. Dank u wel, minister McAndrew. Ten slotte zullen wij de presidentiële werkgroep mensen met een beperking de gelegenheid geven om een inleiding te geven. Hallo. Ook van mijn kant een goede dag. En laat me zeggen, we hadden gisteren een presentatie van onze eerste rapportage als presidentiële monitoringteam. Brede welzijn voor mensen met beperking. En tijdens, toen we klaar waren, vond de president het zo goed dat hij zei van luister, er is morgen een persconferentie en geven jullie ook wat informatie aan de samenleving. En vandaar dus dat meneer Eendracht en ik hier zitten. Maar mijn naam is Harold Toto en ik zal een resume geven. Het begon met een presidentiële werkgroep, brede welzijn, mensen met een beperking. En u weet, dit naar aanleiding van een spoedschrijver van Stichting Wanokasi, begin 2022 voor audiëntie bij het staatshoofd. Anders zou er actie gevoerd worden voor de doelgroep om aandacht te krijgen. Nou, bij het ontvangst, waaronder getekend de aanslag, gaf het staatshoofd de groep het volgende mee. En hij was gedwongen daartoe, omdat, zoals we zien, praten zo net van vakbondsacties, dambreuk, allerlei dingen, dat men denkt van dat het uit de lucht is komen vallen. De president zei ze, laten we samen de problemen goed in kaart brengen en oplossingsmodellen, actiepunten formuleren. Acties of wat dan ook in die strekking gaan de problemen niet oplossen, maar juist verergeren. En wat was die noodzakelijk noodgedwongen de groep te geven, mee te geven, om begrip te krijgen? De staatskas is zo goed als leeg. We praten over 2022. We hebben een gigantische staatsschuld van 4 miljard tegen hoge rente, gelijk aan 1/3 van onze jaarbegroting, waardoor we nu echt precair zitten. En dat is tot nu toe. Elk maand, elk jaar moeten aflossingen van rente plaatsvinden. Indien een fractie van het geleenbedrag toen was besteed aan en in samenspraak met de doelgroep, was ook u niet in een crisissituatie. We zitten nu met een IMF-herstelprogramma. De schuldeiser eist een gang naar IMF om daar te praten over uitstel van internationaal contractuele schuldenaflossing. Er is dus een presidentiële werkgroep en deze formuleerde 11 actiepunten. Dus nadat ze begrip kregen van de situatie, waren ze bereid om in een presidentiële werkgroep deel te nemen. Nou, 11 actiepunten en implementatie is weer iets van kennis hebben van zaken. En dan zien we dat bij de implementatie het nodig is dat
dat gemonitord wordt door deskundigen. En vandaar dus dat er een monitoringsteam is samengesteld. En dat was begin 2024. En de staatshof had dat toen als opdracht, althans als hoe ze moeten functioneren, om duurzame oplossingsmodellen te formuleren en helpen implementeren voor de doelgroep. Straks zal de heer Humphrey Indra, als een van de deskundigen, daarop een paar zaken aanhalen waardoor je ziet wat dat duurzame actie, althans oplossingsmodellen zijn die de monitoringsteam heeft aangedragen. Tot slot wil ik als voorzitter van de presidentiële monitoringteam, maar meer ook nog als geestelijke, als volgende beroep op de samenleving doen. Ik heb alles geschreven om geen dubbele dingen te zeggen. Heilige boeken geven aan dat vuur, ziekte, graf, maar ook beperkingen bij de mens, of je nou rijk, arm, welk ras, kleur, geloof, cultuur, geslacht bent, dat zijn niet discrimineren. Dus deze dingen discrimineren niet. Dit gebiedt ons om een nationale solidariteit van aanpak ervan op te brengen. Dus nogmaals, als we straks horen dat er middelen worden vrijgemaakt voor de mens met beperking, de minister sprak zo net over verhoging van de tegemoetkoming aan de groep, dan moet men begrijpen dat het mensen zijn die willen, maar vaak niet kunnen. Het staatshoofd garandeerde gisteren bij de presentatie op zijn kabinet dat hij door zal gaan op de ingeslagen weg voor duurzaam beleid voor de totale samenleving. Dat heb ik opgetekend. En in het bijzonder deze groep burgers via directe steun waar het nodig is, maar in het bijzonder duurzaam zelfredzaamheid te bevorderen via de overheid en zoveel mogelijk in samenwerking met de opvang en begeleidingsinstellingen en NGO's. De eerste concrete stap is dat deze kracht een kracht is die gebarentaal eigenlijk, de doven ook via gebarentaal, de doven die lastig laten worden aan het beleid, is aangetrokken, ze is daar bezig, op het kabinet van de president. Hij vond het zo nodig dat zij dat ook begrepen. Dus vandaar dat we zeggen, we gaan door met op de ingeslagen weg. En nu hoort u van de heer Indra wat de concrete maatregelen zijn die wij hebben geformuleerd. Bedankt meneer Poelko. Goedenavond kijkers en luisteraars. Mijn naam is Humphrey Indra. Ik ben onderdeel van de werkgroep voor de mens met een beperking. Meneer Poelko gaf net aan dat het eigenlijk een van onze speerpunten is om duurzaamheid na te streven voor de doelgroep. Het gaat om ieder in Suriname, om het gaande leven natuurlijk ook beperkt te raken. Dat heeft hier eens benadrukt. In het gesprek met de president gisteren is er heel veel vruchtbaars uit de bus gekomen. De president heeft ook aangegeven dat een van onze actiepunten, bijvoorbeeld de huisvesting, het AHP-project, gerichter zal worden uitgevoerd voor deze doelgroep. Er zullen dus maatregelen genomen worden dat deze doelgroep ook geaccommodeerd kan worden binnen dit project. Qua wetgeving is er op dit moment een algemene wet voor de mensen met een beperking bij de Staatsraad van Suriname. Dat is een heel positief aspect, omdat het de primeur betreft. Hierdoor zullen de mensen met een beperking eigenlijk waardiger en ook zeg maar als een waardige burger behandeld worden, omdat de wetgeving voor hun in place gebracht wordt.
Als ik praat over onderwijs, hebben wij ook field research gedaan. En voor het onderwijs hebben wij ook een aantal maatregelen ter implementatie voorgesteld. Een van ze is gebarentaal op de pedagogische instellingen invoeren. Een andere is gebarentaal ook in de media incorporeren. En dat heeft meneer Poelke net aangehaald. Mevrouw Rosita Silcheran is een gebarentolk voor de mensen met een gehoorbeperking. En zij is dus geaccommodeerd binnen de communicatiedienst van de president. En het is voor een voor lange termijn. De bedoeling is dat deze doelgroep met alles mee moet kunnen doen. We hebben ook gehad over sportaccommodaties die toegankelijk moeten zijn. Deze accommodaties zullen in de komende periode via projecten voor de hele gemeenschap uitgevoerd worden. En ik kan niet maar toegankelijkheid bij de sportprojecten, ook in het maatschappelijk leven zal er dus aandacht geschonken worden aan deze doelgroep, zodat die doelgroep ook overal naartoe kan gaan. Werkgelegenheid. De minister van Arbeid zit hier. Die is reeds proactief bezig via zijn ministerie om deze doelgroep te betrekken in zijn beleid. En het smaakt naar meer. We zijn constant in overleg. Er zijn projecten geïnitieerd waarbij we dus ook beurzen gaan uitvoeren in de komende periode. En het is voor de ages to come. Dus duurzaam. De doelgroep moet ook kunnen werken. De doelgroep moet naar school kunnen gaan. De doelgroep moet kunnen sporten. De doelgroep moet op vakantie kunnen gaan. We hebben projecten in het vooruitzicht met TCT, in het bijzonder transport. Omdat als je de doelgroep huisvest, moeten ze ook naar hun huis kunnen gaan. En daarvoor zijn er wat bottlenecks. Deze gesprekken zullen binnenkort ook gevoerd worden. De president heeft ook eigenlijk geïnitieerd dat wij bij de minister van Financiën terecht moeten. Om ook gesprekken te voeren, om natuurlijk ook budgetten vrij te maken. Want als je projecten wil uitvoeren, moet je ook middelen hebben. Die zijn schaars. Als ik praat over een lonen van personeel van zorginstellingen, subsidiebeleid, daarover zijn er reeds beraadslagingen geweest, waarbij het minimumloon als speerpunt wordt. Mensen die voor deze doelgroep werken, willen ook goed gehonoreerd worden. Het zijn mensen met een bepaalde expertise, en daarvoor zal het beleid geformuleerd worden zonder lukraak banen te scheppen. Het gaat erom dat je instroom en uitstroom met elkaar moet afstemmen. Dat heeft de president benadrukt, het IMF is dat. In Suriname hebben we eigenlijk een noodpunt dat we dus denken dat het IMF bezig is ons te straffen. Het heeft te maken eigenlijk met evenwichtig beleid. Als je als land vooruit wil gaan, moeten wij leren dat wat je uitgeeft, je ook moet verdienen. En er is een scheefgroei qua werkcapaciteit en werkuitvoerbaarheid en van mensen die thuis zitten. Er is een hele groep mensen die thuis zitten, wordt ook vernomen van de president, en die mensen moeten geactiveerd worden. En het kunnen ook mensen zijn die voor deze doelgroep willen werken. Er is behoefte bij de instellingen dus om personeel om te switchen naar, zeg maar naar het overheidsapparaat. Maar er is ook behoefte om personeel aan te trekken, dus vacatures. Hij heeft ons eigenlijk aangegeven dat wij dus moeten gaan kijken naar de inactieve mensen bij de verschillende ministeries die dus willen gaan werken voor deze doelgroep. Op die manier kan je elkaar vervullen en dan krijg je natuurlijk ook weer een beter beleid voor onze mensen met een beperking. Er zijn nog een aantal andere actiepunten die uitgewerkt moeten worden, maar dit waren de belangrijkste op dit moment. Dat was van mijn kant. Ik wil ook benadrukken aan de hele samenleving dat inclusiviteit voor ieder geldt. Als je dus met z'n allen dit land opbouwt, zullen we met z'n allen een beter Suriname hebben. We moeten niemand uitsluiten. Ik zou zeggen dat we dus deze stappen die dus nu genomen worden, het zijn geen stappen die voor de verkiezingen genomen worden, het zijn stappen die genomen worden om ons wel en wee van de gehele samenleving eigenlijk te verbeteren. Want je ziet deze doelgroep nagenoeg niet op het maatschappelijk veld. Als je nu naar een winkelcentrum gaat, zie je ze op dit moment niet. Wij van onze werkgroep hebben eigenlijk dus nu eigenlijk de opdracht en de plicht, het is eigenlijk een roeping, om eigenlijk vanaf gisteren ervoor te zorgen dat er dus echt daadwerkelijk acties ondernomen worden. De minister van Arbeid heeft gezegd dat er 2 projecten uitgevoerd zullen worden. Wij moeten monitoren dat ze dus ASAP uitgevoerd worden. En dan wil ik ook vragen aan de overige ministeries dat ze daar ook eigenlijk ook open voor zullen staan, dat er dus eigenlijk meer actie komt.
Want je praat over duizenden doven, je praat over duizenden blinden, je praat over mensen met een lichamelijke beperking. We hebben een field research gemaakt, we hebben dus de data reeds voorhanden. Maar iets belangrijks dat ik nog moet vertellen is dat wanneer je wetgeving en beleid te formuleren, dat het bestand van de mensen met een beperking ook opgeschoond zal moeten worden. Dat is de opdracht van de president, want we kunnen geen beleid formuleren zonder daadwerkelijke data. En dat heeft meer te maken met de categorisering van de doelgroep. Hoeveel mensen zijn beperkt? Welke beperking hebben ze? Welk percentage van beperking hebben ze? Wat kunnen ze wel? Wat kunnen ze niet? En geloof het of niet, ook al heb je een bepaalde beperking, ben je nog even goed mens, want je moet overleven. En wat het kundige van deze mensen is, is dat ze heel goed functioneren wanneer ze iets wel kunnen. Misschien zelfs beter dan mensen die niet beperkt zijn. Dus de arbeidsmarkt, de mensen die het bedrijfsleven, willen we ook daarbij ook motiveren om deze doelgroep echt wel een kans te geven. Ik werk zelf ook met deze doelgroep en ze werken echt punctueel en vol inspiratie. Dank u wel. Dank u wel, meneer Indra en meneer Boelto. Voordat ik verder ga, moet ik de minister van LPV verontschuldigen dat hij zich noodzakelijk heeft teruggetrokken. Maar mocht er vragen zijn voor de minister, kunt u ze naar me toe appen en dan zal ik ze doorgeven naar de minister. En dan wil ik de vragenronde inlassen voor de aanwezige minister en de presidentiële werkgroep. Alsjeblieft. We vinden wel heel jammer hoor, dat de minister zo snel is vertrokken, want we wilden wel wat meer over Allianz weten. Met betrekking tot de presidentiële werkgroep voor mensen met een beperking. Ik wil niet onaardig doen, maar we weten dat al jaar en dag bij iedere regering iedereen is voor mensen met een beperking willen doen. Waarom nu na 4 jaar komt er een commissie? Als jullie gewoon naar sociale zaken gaan, de laden gaan van al die onderzoeken die hebben plaatsgevonden, zijn al deze plannen ook aangekaart. Nu al horen, er is geen geld voor onderwijsbonden, er is geen geld voor ziekenhuisbonden. Maar waar gaat het ministerie van Financiën geld halen voor sociale zaken, voor de mensen met een beperking, als hun zaken verhoogd moeten worden? Als we praten over IMF, IMF heeft juist de regering op de vingers getikt met betrekking tot het niet tegemoetkomen van deze groep, waaronder mensen met een beperking, dus als zwakkere. Er zijn heel veel plannen, jullie zeggen, jullie willen dit doen, jullie willen dat doen, maar hoe realistisch is het, duurzaam? De mensen hun uitkeringen, zorgvervoer, er was al zorgvervoer. Waarom is er niet toen al geïnvesteerd erin om wat er daar was, om dat te behouden? De deskundige, meneer Holmans, Indra, zal straks aanvullen. Dat zijn valide vragen. Dat is voor opmerkingen. Vandaar dat ik in mijn inleiding zei dat in 2022, inderdaad, het zo ver was dat. Ja, wauw, klasse, meneer Koenby had, ik noem zijn naam, alles, hij zit ook in die monitoringteam, dat hij inderdaad acties wil voeren op plein. En dat is tragisch, hè, dat mensen met beperkingen, dit soort dingen als zorgvervoer, al die dingen, letterlijk op komen bedelen. Zo leek het. En vandaar dat staatshoofd, de huidige, ze heeft ontvangen en daarom af wat het probleem van Suriname op dit moment is. En dat is een boodschap voor enkele totale samenleving. En daarom heb ik dat in mijn inleiding opgenomen. En de monitoring team is niet zomaar in het leven geroepen. De president en wij ook, de deskundigen. Die weten ook hoe moeilijk het is om financiële middelen, maar ook gebouwen bijvoorbeeld. Gisteren is er een beroep gedaan voor een gebouw door een van de mensen. Wat was het precies? Ja, de droeven, toch?
En de president moest letterlijk daar staan en zeggen van luister, check met de ministeries waar er iets is voor de mens. En ze willen heel wat dingen. En ik heb het gezegd en u zegt, u wil niet onaardig. Wij willen ook niet onaardig zijn naar de vorige regering toe. Want ik ben te blij met deze vraag om de realiteit te schetsen. Als er ja, is veel geld, is maar 2,5% wat waar we geleend hebben. Dat is 100 miljoen dollar. Dat wordt steeds aan al de mensen, al de instellingen, waar is op roze. Maar u ziet, 22 moest meneer dingen. En hoe realistisch is het dat wij duurzame dingen willen implementeren? Nou, u ziet, de minister van Arbeid, die heeft 2 weken te openen in congres haar baan werkgelegenheid. Hallo, ja. Hij heeft een congres gehouden daar, waar in samenwerking met ons. En daar is concreet vanuit de NGO's, kan je zeggen, modellen gewezen van hoe kan men trainingen volgen? Hoe kan men een baan krijgen? Toch? Gewoon eenvoudige brievenbus maken, dat soort. Dus dat bedoelen wij. En vandaar, geachte journalist, vandaar dat we zeggen, we gaan voor het duurzame, want de mensen, vooral dat zelfredzaamheid, moeten we met z'n gezamenlijk bezig zijn. En vandaar wat ik ook zei, solidariteit is nodig. Dat niet dat als straks, zoals de minister dat zei, hij met een verzoek kwam bij de RPM, verhoging van de mensen uitkering, dat andere bonden gaan springen van, oh, zij hebben gekregen wij ook. Dus dat is van mijn kant, misschien als hun privaté. Ja, goedenavond. U had het meer. Meneer Poelte heeft reeds zijn antwoord gegeven op een aantal aspecten. Maar laat me beginnen om te vertellen dat niet alles draait om geld. Je moet een eerste beleid hebben. Je moet eerst natuurlijk onderzoek doen. En als je praat over het verleden, Suriname heeft nu pas een algemene wet voor de mensen met een beperking bij de staatsraad. Dat houdt in, we zijn nu 49 jaar oud en nu pas gaan we zo'n wet eigenlijk moeten gaan ratificeren, of zeg maar zelfs bij de Nationale Assemblee ter beoordeling leggen. Ja, dus als je dat nog niet hebt, en vandaar ook dat het beleid al die jaren nog niet recht was, nog niet, zeg maar, juist was. Je moet natuurlijk ergens beginnen, we zijn nu bezig met een nieuwe situatie. Als je kijkt naar onze vorige situatie, dan kan je weinig aan veranderen. Wat je wel kan doen, is dat wat wij hebben gedaan, door ons field research, door ons onderzoek, is de bottlenecks in kaart brengen. U heeft een aantal aspecten aangehaald, die kennen wij. En waarom ging het steeds fout? Er werd geen beleid erop geformuleerd. Er zijn bijvoorbeeld bij de verschillende ministeries, dat is uit onderzoek gebleken, geen aparte afdeling voor mensen met een beperking. Dus de mensen met een beperking, als je bijvoorbeeld naar het ministerie van Sociale Zaken gaat, is er een algemene afdeling voor mensen die een hulpvraag hebben. Maar er zijn geen specialisten als zodanig in place, maatschappelijk werkers in place en beleid in place. Voordat je budget in place zet. Want dat gebeurt vaak verkeerd dat je eerst budget zet en dan beleid wil gaan maken. Dus budget op. Hetzelfde met alle andere faciliteiten die we nu doen. De president heeft ook gezegd, luister, we gaan dus eigenlijk duurzaam beleid gaan doen. Efficiënt beleid. Effectief beleid. Dus niet lukraak geld gaan geven en geld besteden zonder dat je erover nadenkt. De doelgroep is wijdverspreid door heel Suriname. In de dorpen wat gebleken is, daar is er wel een klein beetje data van, maar niet genoeg. Het mooie is, we praten over dat er geen groei is, dat klopt. Transport, noem je dat, vervoersproblemen. Maar we hebben geen data over hoeveel mensen in actualiteit zitten met een beperking. Die mensen worden door culturele redenen, door maatschappelijke redenen, worden ze soms verborgen. Er zijn een hele hoop zaken die dus verbeterd moeten worden en daarvoor zijn wij dus bezig.
dit dient navolging te krijgen. U als journalist heeft een goede vraagstelling geponeerd zo net. Belangrijk is dat u dus daarover door blijft gaan. Steeds vragen blijft stellen, zodat iedere regering die komt, iedere functionaris die bezig is voor wel en wee van het volk. Het gaat niet om sport, het gaat niet om werkgelegenheid, het gaat om het integraal beleid. Dat ze rekening houden met een ieder. Vandaar moet het eerlijk beleid komen. Naast de liefde. Als je dat gaat doen, ga je ervoor zorgen dat je dus niet correctief, dat je dus prudent beleid gaat uitvoeren. En vandaar kan het geld goed besteed worden. Transportwise zijn er hele hoop bottlenecks, maar het is niet alleen maar voor de mensen met de beperking. Onze hele transportsector moet verbeterd worden. En als je dat nog niet gedaan hebt, ga je dus het doel ook niet kunnen bereiken als zodanig. Dus ik wil zeggen, laten we stapsgewijs met een goede plan van aanpak te werk gaan. En laten we onszelf afrekenen als het niet goed gaat. En steeds verbeteren. Suriname is een land met veel potentie en geloof me, we gaan er komen met z'n allen. Juist de wil is er en de weg zal er ook komen. Dank u wel. Ja. Ik zou even aan willen toevoegen dat we als arbeid, werkgelegenheid en jeugdzaken mensen met een beperking hebben opgenomen in ons arbeidsmarktbeleid. We hebben in 2022 is geadopteerd. Dus vandaar dat we bij onze activiteiten ook wel rekening houden met deze doelgroep. Het komt van de reguliere begroting, maar als we bepaalde projecten willen uitvoeren en het niet van de, met middelen van de begroting betaald kan worden, dan gaan we op zoek naar donoren die ook bereid zijn om dit soort projecten te ondersteunen. Het is aangegeven, we hadden 2 weken terug een sessie waarbij we voorlichting hebben gegeven over opleidingen die AWJ verzorgt, althans de werkarmen, in samenwerking met de werkgroep. En dat was geprogrammeerd om het te doen. Toen we benaderd zijn geworden door de werkgroep, hebben we dan ook de focus dan gelegd op mensen met een beperking. Dus zo zal je creatief moeten zijn om met beperkte middelen toch wel de doelgroep ook te kunnen dienen. Ja, dank u wel. Om even in te gaan op het gedeelte van IMF. De president heeft bilaterale gesprekken gevoerd met de minister van Sofapo. Het IMF heeft wel aangegeven dat ze ingenomen zijn dat ons sociaal beleid in kwantiteit is toegenomen van 3.500 naar 15.000. Maar de kwaliteit ervan, de president heeft benadrukt, dat er mensen voorkomen die in het systeem voorkomen die niet in aanmerking moesten komen. Dus het systeem wordt opgeschoond en zodat de mensen die in aanmerking moeten komen, in aanmerking zullen komen. Oké. Meneer Eendracht is het heel mooi gezegd. Er was 49 jaar geen beleid, maar hoe gaan die 49 jaar gespeeld voor de rechtplekken? Jullie hebben een heel mooi project afgehaald. Sowieso moet er een indicatie zijn wat het allemaal gaat kosten. Behalve de uitdaging van waar we dat geld vandaan kan halen. Wat kost het allemaal om deze groep sociaal zwakkeren de beste kansen te geven om te kunnen floreren in onze samenleving? Minister Makando, u is gesproken over een social protection strategy. Ik neem aan dat het gaat om mensen zoals deze doelgroep mee te nemen in het arbeidsproces en hen te beschermen, onder andere. Maar dat wil zeggen ook dat er wetgeving daarvoor gemaakt moet worden. Welke wetgeving of wetgevingsproducten moet Suriname aanmaken? Want dat was een van de aanbevelingen van de ILO die moest meegenomen worden. Welke wetgeving moet er klaar liggen? Om dit mee te nemen naar de DNA. En u aangegeven dus dat dit zo snel als mogelijk geïmplementeerd wordt. Dus ook zeggen dat je wetgeving zo snel als mogelijk aangenomen moet worden in DNA. We gaan het wetgevingstraject moeten opstarten. We hebben nog geen wetten daarvoor. Maar de bedoeling is dat er toch wel een wat we noemen een umbrella wetgeving komt voor wat betreft sociale protectie. Zodat we toch wel een duidelijke basis leggen voor sociale bescherming in Suriname. Dus dat gaan we doen. Maar daarnaast zijn er ook een aantal voorzieningen die op dit moment geen wettelijke basis hebben. Dus ook daarna gaan we moeten kijken, zodat dat gecorrigeerd wordt. Die strategie, ja, we gaan nu over moeten gaan tot implementatie. Wetgeving zal een van de prioriteiten zijn. Maar het is ook dat we gaan kijken naar de andere aspecten die genoemd zijn
in de strategie, zodat we toch wel ook daarin kunnen werken. Er zijn zaken genoemd zoals informatiesysteem, zowel de heer Fulto als de heer Indrak hebben al vaker gestrest dat data informatie aanwezig moet zijn. We weten dat er op dit moment al goede initiatieven worden ontplooid op het ministerie van Sociale Zaken en volkshuisvesting voor wat betreft het opzetten van een social beneficiary systeem. Dus dat zijn zaken die verder uitgebouwd zullen kunnen worden, zodat we toch wel beter kunnen monitoren wat er gaande is met de sociale bescherming in Suriname. Het beslaat verschillende ministeries, maar het gros, dat kan ik wel aangeven, zal toch wel vallen onder sociale zaken, omdat zij op dit moment al bezig zijn met zwakke huishouding, mensen met een beperking, kinderbijslag, noem maar op. Dus naar dat soort zaken gaan we kijken. De bedoeling is dat er een commissie komt, een implementatiecommissie, die dan de uitvoering van de strategie zal moeten begeleiden en monitoren. Dank u wel, minister. Ja. Voordat de deskundige op uw vraag komt, dat van aanvulling. Kijk, 2020 nam deze regering over en ze moesten noodgedwongen naar IMF. Vanaf toen begonnen er allerlei versoberingsmaatregelen, dat weet u, van subsidie afbouwen, dit afbouwen, dat want we geven gigantisch uit en we verdienen weinig. Dat heeft minister Randin al gezegd. In de fase waren we. En nu, 2024, komen we langzaam eruit en de verdiensten uit belastingen en allerlei andere zaken beginnen ietsje toe te nemen. En u hebt de president steeds horen zeggen, we moeten teruggeven aan de samenleving. En u ziet, de minister Brandin zei ook, er komt agreement met de vakbonden, toch? Er komt ook de mens met beperking, kijken we nu wat we kunnen doen met de tegemoetkoming. Dus vandaar dat nu pas langzaam de middelen uit vrijkomen. En ik kan u zeggen, we hopen en we bidden precies dat dit duurzaam beleid, dit beleid doorgaat na 25 ook. Maar misschien natuurlijk. Ja, goedenavond. U vroeg wat het kost om dus de inhaalslag te maken van 49 jaar. Ik zei eens eerder dat er een algemene wet voor de mensen met een beperking bij de staatsraad ligt. Daarin zijn er parameters eigenlijk in verwerkt, die dus in feite ook het budget zullen aanspreken. Aan de hand van, als je kijkt dat er dus minimaal 10% tot 15% van de beroepsbevolking beperkt is in Suriname, en als je ziet dat ze dus eigenlijk ondergewaardeerd worden, en dan praat je niet alleen maar over de mensen met een beperking, maar beleidswijs ook over de mensen die werken met de mensen met een beperking, als je praat over voorzieningen, daarover hebben we dus binnenkort gesprekken met de minister van Financiën daarover. En daarvoor zal dus eigenlijk een begroting gemaakt moeten worden. Je zal dus punctueel onderzoek moeten gaan doen wat het zal kosten. Je kan niet lukraak nu hier gaan vertellen van luister, het kost je 500 miljoen. Want dan ben je ad hoc bezig. Je zegt dan zomaar wat. Je moet met ratio komen, data komen. Je zal de doelgroep in kaart moeten brengen. En geloof het of niet, ze zijn nog niet in kaart gebracht. Via de census die binnenkort dus zal komen, hebben wij dus ook onderzoeksvragen aangedragen. Ook via het minister van AWJ. Die vragen zullen ook beantwoord worden, dan krijgen we meer data. Sociale zaken zal ook natuurlijk proactiever moeten gaan worden. Ze zijn reeds goed bezig, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Met al deze data bij elkaar gaan we dus moeten calculeren wat het gaat kosten. Kijk, ik wil ook iets belangrijks vertellen. De doelgroep kan bijna niet naar het vervolgonderwijs. Dus als je dus 18 jaar bent, kan je bijna niet meer, als je hebt een beperking, kan je bijna niet meer verder studeren. Dus deze doelgroep kost daar dus geld. En meneer Poelto heeft het net gehad, en meneer McKendrick heeft het gehad over zelfredzaamheid, werkgelegenheid, zelfvoorzienend zijn.
Dus als je minder moet gaan kosten, moet je deze mensen aan het werk helpen. Je moet die mensen onderwijzen, educatie. En aan deze randvoorwaarden willen wij werken. Dus aan jezelf zien, zullen we met z'n allen zien, dat het eigenlijk niet veel kost. Je moet ze incorporeren in het maatschappelijk veld. En eigenlijk ze niet discrimineren. In feite zijn mensen met een beperking die niet in een specifiek speciaal beperkt zijn, arbeidspotentieel. Yes, dus laten we dat onderscheid ook maken. Want veel mensen denken vaak, die man is een beperking, dus die man kan niet leren, die man kan niet lopen, die man kan niet werken. Nee, we praten over zeker 70% van de mensen met een beperking is lichamelijk beperkt. Of kan niet goed horen, kan niet goed zien, kan niet goed lopen. Kan zijn handen niet gebruiken, maar kan wel werken. Die kan ook journalist worden. Ja toch? De journalisten, AHKCO, de opleidingsinstituten, zijn ze dus toegankelijk voor mensen met een beperking. Hoeveel mensen met een beperking zijn journalist? Dat is een goede vraag. En hoeveel mensen met een beperking zijn medicus? Ik heb mensen waar ik les aan geef die medicus willen worden. Ik heb eentje die president wil worden. Ja, dus zodra je dat soort dingen begint te doen, gaat het je minder kosten. Dus het is meer geld uit te drukken op dit moment voor ons jong land. We moeten ervoor zorgen dat we dus eigenlijk strategie gaan ontwikkelen. Yes, dat is het. Dank u wel. Ik wil dan maar even aanvullen dat van de duurzaamheid. Kijk, subsidie is bij financiële middelen. Ja, hoeveel heb je nodig? En concreet iets hierin, wat we hebben vervat, is in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, in al de instellingen een plantenkast te bouwen, toch? En dat kost niet veel. En dan kunnen de mensen een vitamine voorziening in als het ware voorzien, waardoor er ook minder ziekte en dat soort dingen zijn. Dus dat is een voorbeeld van concreet dat wij nogmaals met duurzame dingen hebben aangedragen. En ook om de kosten, de subsidie duurzaam te elimineren, als het verminderen. Dank u wel. Ja, dank u wel, meneer Poelto. Ik kijk dan naar de huis als het behoefte is voor nog een vragenronde. Ja, dit is voor de minister van AWJ. Minister van AWJ, u bent bezig met dus een project onder ook een Money. U heeft een heel project verschillende stappen aangedaan om ze te trainen en te certificeren. Ziet u al dat ze terugvloeien naar de arbeidsmarkt? Hoe wordt er een follow-up gedaan? Hoe de mensen progressen in de arbeidsmarkt? Ook ja, behalve dus de textiel- en gewassa-trainingen zijn er andere opties waarin ze zich kunnen trainen als ze dus daarin interesse hebben. Twee, en dat is het gedeelte van uw project. En hoe staat dat uw ministerie eventueel ingetrokken is, alles netjes geregeld? Als u misschien een update daarover kunt geven. Oké, voor wat betreft voor ook voor McMoney. Alle gecertificeerden kunnen zich registreren bij de dienst directe bemiddeling van het ministerie, zodat wanneer er vacatures zijn, we ze kunnen linken met potentiële werkgevers. Maar daarnaast geven we, dat was ik vergeten te zeggen, we geven alle gecertificeerden ook een statuspakket, zodat ze ook als zelfstandige aan de slag kunnen gaan. Bijvoorbeeld de personen die textiele werk voor mij hebben gedaan, kregen allemaal een naaimachine. Zodat ze toch als modiste of wat dan ook hun brood kunnen verdienen. Dus we zijn op meerdere sporen wat dat betreft. Ik heb SAO ook gevraagd om te kijken naar de mogelijkheid om tracerstudies te doen, zodat de gecertificeerden na te gaan waar het belang is uiteindelijk. Om zodoende ook het rendement van de trainingen na te gaan. Dus we zijn ermee bezig. En hopelijk over een tijdje dat we die vraag toch wel met de nodige data kunnen beantwoorden. Maar we zien toch wel dat de mensen die vakopleidingen hebben gevolgd enthousiast zijn. Vakopleidingen behalve het aanleren van een vak, specifiek vak, zijn vakopleidingen toch wel heel nuttig voor mensen. Omdat ze toch wel ertoe bijdragen dat mensen een groter gevoel van eigenwaarde krijgen. Mensen voelen zich empowered om aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld, zaterdag jongstleden zei een dame die elektroinstallatie heeft gedaan.
dat ze werd ontmoedigd om dat te doen. Iedereen in het dorp zei, stop ermee. Maar ze was heel blij, dolgelukkig, dat ze nu een SAO-certificaat heeft als elektrohuisinstallateur. En ze heeft ook al een huisinstallatie gedaan. Dus de mensen gaan daadwerkelijk aan de slag met de vakken die ze hebben geleerd. Uiteraard zullen niet allemaal direct worden aangenomen, maar je probeert ze toch wel een vak bij te leren, aan te leren, zodat ze daarmee iets kunnen doen. Ten aanzien van het nieuwe hoofdgebouw, hoofdkantoor van arbeid, we zijn vanaf de overdracht zijn we ingetrokken. Dat was 26 maart. We werken vanaf die datum daar. Beneden waar de winkels waren, moet er nog wat ingericht worden, omdat daar een aantal afdelingen die zeker direct met het publiek in aanraking komen, daar gaan gehuisvest worden. Ik denk aan de afdeling directe bemiddeling. Ik denk aan de afdeling werkvergunningen. Dus, maar voor de rest zijn we daar. En we zijn, we werken happy daar.